Ja, je wordt in één keer wakker geschud op een hele brede manier wat er eigenlijk kan gebeuren onderweg. Niet dat we dat natuurlijk niet weten, want je leest het dagelijks in het nieuws. Maar als het dan jezelf overkomt, is toch wel even iets anders. Dan komt het wel heel erg dichtbij. En dat doet natuurlijk tot op de dag van vandaag doet het pijn. Daniël, een heel rustig persoon. Niet gejaagd, zoals iemand dan zo echt goed te werk gaat en dan ja, zoiets gebeurt. Ja, Daniël heeft bij de silo gestaan en hij zat vol de silo en hij heeft de slang afgekoppeld. En toen is die silo in elkaar gezakt, of naar hem toegekomen in ieder geval. Ja. En daar is Daniël onder terecht gekomen. Het schijnt een heel klein gaatje te zijn geweest in de steunpoort van de silo. En die is door het vullen van de silo, is er gewicht opgekomen. Het was natuurlijk een kwestie van tijd, is die omgevallen. En Daniël stond er zo dichtbij, onder zijn bedieningsklep. Die heeft hem helemaal niet gezien. Wij wisten ook nog niet dat het een dodelijke afloop was. Maar ja, je kon ja, op je vingers wel natellen dat het niet goed was. En dan hoopte toch altijd nog een beetje van een lichtpuntje. Maar dat lichtpuntje is niet gekomen. Het werd alleen maar donkerder. Het is natuurlijk raar dat er een object op een erf staat waar geen enkele norm aan is gesteld. En er wordt nooit naar gekeken met een soort van keuring of iets dergelijks, nooit. Er is geen enkele norm waaraan een silo moet voldoen. Er zijn silo's bij die staan al 40 jaar buiten natuurlijk. Dat is niet altijd even goed meer. Want ik kom bij een klant ook en dan zit die silopoot, er zit een kniksje in. Ja, hij staat er al zo lang. Maar ja, het kan één keer dat de kniksje net de druppel is die de emmer doet overlopen en hij knikt en het is gebeurd. Maar het is niet alleen de silo, het is ook waar die staat, waar wordt die neergezet, hoe wordt die er neergezet. Het wordt gauw iets bij de silo neergezet. Weet je niet, dan is het voor hulli uit de weg, maar dan komt een bulkwagenchauffeur en dan staat het net in de weg. Dus natuurlijk, ja, dat is voor ons ja, wel eens lastig om het toe te manoeuvreren. Ook vooral ja, voor kinderen, ook opletten. Het is meestal smal. En in de avond, in het donker, dan valt het ook niet mee. Het is niet altijd even makkelijk. Een luisterend oor doen naar de chauffeur toe eigenlijk, ja. Toch wel een beetje serieus nemen. Dan kan er al heel veel veranderen natuurlijk ook, ja. Het hoeft niet altijd veel geld. Soms met een hele simpele oplossing. Als je dicht bij een silo komt, ligt er een putdeksel los. Maar op het moment dat iedereen ziet dat het een gevaarlijk erf is, moet je gewoon niet meer gaan lossen. En als de hele markt dat zou zeggen, dat we dat allemaal met elkaar eens zouden zijn, is het heel snel opgelost. Na Daniël zijn er toch al wel een aantal voorbeelden te noemen met dezelfde gevolgen. Dus het gebeurt nog elke keer. Ik zou bijna zeggen, laat je niet overkomen wat ons is overkomen en ga aan de slag. Verander het vandaag.